Een echte man die vist. Die vist met zijn maten in de vrije natuur. Deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist en zo klim ik naar boven. U gaat vaak visten met z'n tweeën? Ja. Wat is nou zo leuk aan visten? Ja, wat is er leuk aan? Rust en ontspanning. Het is ontspannen om te visten. Ja. En spannend. En ook spannend. Het is juist even die kick dat je die grote knul eraan hebt. Je vist alleen maar met z'n tweeën, niet met anderen. Nee, vertrouw hem niet al met een ander. We hebben er één. En ik moet op zijn knie gaan zitten of hij op mijn knie. Dit is natuurlijk ook handig. Ja, het is makkelijk. Wij zeggen er wel eens van, dat is voor de aanbijen, maar dat is dan een beetje gekscherend bedoeld. Ja, maar je moet juist zorgen dat je die niet krijgt als dat je vist. Dat bedoel ik. Ik heb met één arm ondersteunen, omdat hij fatsoenlijk recht op mijn been ligt en ik kan werken. Dan kan je hem dus in zijn plaat pakken, zoals wij dat zeggen, met een leren handschoen. Ja. Gaat het hier... En dan ligt hij daar gewoon onder. Hier gaat hij in. Ja. En je zit er gewoon lekker op. Hoe vaak vist u? Nou, ik ben verleden week 5 keer geweest per week. Vijf keer? Ja, zeker. Ja. Waar? Ja, ik ben wel helemaal bruin. Ja, ja. Ja, zeker. Liefst elke dag, maar dat hou ik niet meer vol. Ik doe het soms 7 keer per week. En wat voor aars gebruikt u? Uw eigen? Mijn eigen aars. Eigenlijk draait het allemaal om aars dus? Ja. Wat is nou het grote geheim van uw aars? Ja, dat mag ik je toch niet vertellen, hè? Als u vist, hoe diep gaat u dan? Ja, dat ligt er al. Nee, 72 centimeter ongeveer. Een meter? Ja. Per ongeluk. 1,90 meter. Ja, 50 kilo. Is het niet enorm pijnlijk om die binnen te krijgen? Nou, je bent wel een half uurtje aan het driften. Goed schoonmaken, niet te veel combineren, het simpel houden. Okay. Dat is het. En dat vist het best? Dat vist het best.